Sorry. Nou, ben jij een specialist in dit gebied, hè? Ik volg je op Twitter, ik zie je wel van heel veel dingen. Zie je nou een toename, zoals ik net ook voorlas in de Verenigde Staten, dus dat 15% van de Amerikanen gelooft ook in dit soort rituele kindermoorden en dat de leiding van het land op die manier, dat op die manier doet. Zie je een toename van dat soort mensen? Nou, de groepen op Telegram zijn op zich beperkt. Dat zijn een paar honderd mensen die dat volgen. En dan zien dat daar daadwerkelijk ook best wel veel van over. Nou ja, de hoop dat iets van de molenstaat. Het gaat er niet alleen de molenstaat, want er was op een gegeven moment ook een weekend waar je bloemen werd gelegd bij dekensteden van dingen verstappen en dergelijke. Maar desondanks zie ik wel dat het toch wel bij gespreid is. Want als ik bijvoorbeeld YouTube-kanalen volg van demonstraties tegen coronamaatregelen in Amsterdam, wat op zich dat er niks mee te maken heeft, dan zie je ook allemaal steunbetuigingen en de reacties voor deze mannen. En dat is toch wel opmerkelijk dat dat zich zo met elkaar vermengt. Dankjewel. Nieuwsverslaggever van Judy Bouwman. Ja, we gaan het niet hebben over mogelijke coalities of peilingen, over de aanstaande verkiezingen die misschien nog komen of niet komen, of percentages eens oneens. Want dat zou je denken met Gijs Rademakers in de studio van Eén Vandaag, het opiniepanel. Maar hij komt over iets heel anders, namelijk een podcast die hij maakt is over dinosauriërs. Samen met Maarten van Rossum. All over the world, people are in some kind of mental, psychological, emotional pain. What words have you heard around mental health? Crazy, lost it, can't keep it together. With that stigma of being labeled the other. Heel leuk fragment. Ik dacht, maar slaan we helemaal nergens op. Totaal iets anders. Dit komt nog van vanmorgen vroeg 4 uur, denk ik. Maar maakt niet uit, Gijs. We gaan het gewoon erover hebben. Gijs, ja. Ik bedacht alles bij je, maar niet dinosauriërs. Nee. Ik heb daar een passie voor. Ja. Een liefde. Ja, eigenlijk wel. Wanneer is die liefde ontstaan? Ja, die liefde is eigenlijk ontstaan toen ik zo 3-4 jaar was. Ik kreeg afgelopen jaar van mijn moeder een boekje opgestuurd waarin ik tekeningen heb van stegosaurussen. Ja, als 4-jarige, dus echt heel grof, met die stekels erom. En daar heb ik dan zelf een verhaaltje bij geschreven, dus ja, echt al heel erg vroeg. En dat is heel lang is het slapende geweest, totdat het vorig jaar wakker is gekust. Zeg. Ja, ja. Nou, en het is wakker gekust toen je bij de slimste zat. Ja. En we hebben is het uitgezonden of niet? Ja, nee, er is een heel klein stukje van uitgezonden, maar wij gingen zo lang door dat ze dat er allemaal uit hebben gekieperd. Want ze werden er gek van. Luister even mee. Kijk, Gijs Rademakers was de gast bij het programma De Slimste. Daar zit ook Maarten van Rossum als jurylid. Ja. Philip Frederik voert het gesprek. Ja. Het komt op dinosauriërs. Gijs, jij deelt iets met Maarten. En dat is jouw belangstelling voor dinosauriërs. Oh. Vanaf welke leeftijd had je dat? Oh, vanaf 3 of 4 of zo. Toen al? Ja. Ben je nooit op het idee gekomen om een dino-podcast te maken? Maarten, ik zie gat in de markt. Ik ben wel graag blij mee te werken. Ja, dit is een verkorte samenvatting, want hij verrast ons dus totaal. Kijk, het hele fragment is dat Maarten en ik maar eeuwig doorgaan. En de slimste mensen, het duurt altijd langer, hij doet er heel veel uit. Maar dit was echt, op een gegeven moment zegt Philip van, sorry, maar jongens, niet lullig bedoel, maar we zijn hier met een ander programma bezig. En toen zei hij van, kunnen jullie niet een podcast maken? Want ik zat op dat moment naast een podcast maken, naast voetballer Bart Vriends van Sparta, die heeft een eigen podcast natuurlijk. Dus ik denk dat Philip toen spontaan de connectie legde. En mijn eerste reactie was niet, ik zie een gat in de markt, mijn eerste reactie was, volgens mij is hij er nog niet. Wat een goed idee eigenlijk. En Maarten zei, nou, ik wil niet meer. En zo is het eigenlijk heel spontaan live, zeg maar, is dat in ons hoofd geplant. Want hij heeft diezelfde fascinatie? Of is dit ook net als jij? Of in een ander niveau? Ja, het is een heel ander niveau. Kijk, ik ben natuurlijk als klein jongetje gefascineerd door dino's. Wat heel veel kleine jongetjes en mij denk ik. En bij mij is dat een beetje blijven hangen, zeg maar. Maarten is geïnteresseerd in de natuur als geheel natuurlijk, in geschiedenis, maar vooral ook in de evolutie. Dus dinosaurussen zijn de afgelopen decennia enorm veranderd. Zeker sinds Maarten natuurlijk klein was. En het is die verandering in de evolutie wat Maarten fascineert. Nou, als je dat eens combineert, dan krijg je een heel bizar duo eigenlijk. Dan zeg ik het zelf, want het is echt, Maarten is de nauwelijkste handelen. Ik heb het zelfs gedaan met live. Het is echt al moeilijk. Ik heb het wel gedaan. Nou, in de oorlog die we praten hebben, heb ik begint over dat dinosaurus seks. En daar zit meer over met Maarten van de podcast. Ja, we kennen de paarden van de egels. Ja, er is ook een van de andere twee die zelfs dat ze dat dobberend in een heertje deden. Nou, dat vind ik wel een trekkig idee. Het is een romantisch signaal, maar ja, natuurlijk bij een maandje in de burger. Dat is
Ik heb gewoon niet voor jou, Arjan. Ja, mooie reconstructie van de geluiden. Dat is ook een bekende kunnen wat voor geluiden maken. Zijn jullie aan het kijken ook? Nou, dit is net geluid. Dus het is in principe bekende dinosaurussen als rollende, bijtende, brullende monsters. Maar dat weten we natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus hoe weet je wat voor geluid die dingen maakt? Ja, ik heb dit natuurlijk even in elkaar gezet om een beeld op te roepen. Ja, en Bert, dat is eigenlijk het leuke waarom ik het ook doe. Omdat ik natuurlijk altijd dingen over data vertel. Ja. Het is zo leuk om weer eens wat te vertellen, weer eens wat te schilderen. Nee, zijn ook echt. Ik bedoel, er zit hier iemand tegenover je die precies diezelfde fascinatie met dino's heeft sinds die jongs aan. Ik heb archeologie gestudeerd, niet bijna niet zo. Archeologie. Nee, maar het is ook zo fascinerend. En wat jij zegt ook, inderdaad, het beeld van Jurassic Park is totaal anders. Ik ben geen archeoloog en ik ben niet zozeer een dino, maar in mijn beeld nog even, ik denk dat heel veel mensen dat nog hebben, zijn dinosauriërs en grote olifanten. Een beetje die huidachtig. Het is echt dat is totaal oldschool. Het geeft dan ook de angst een beetje. Oh, wacht. Ik ga het niet zeggen. Het is heel erg. Het is verschrikkelijk. Dit is echt. Harder kun je niet vloeken in de dinosauriërs. Vertel. Nou ja, we hebben decennia gedacht. Zeker toen wij opgroeiden. Ja. Hebben we gedacht dat het domme, logge dieren waren. Want jij zegt olifanten, maar dan net iets groter. Ja. Weet je, ze zeggen wel eens dat de gouden eeuw of de gouden tijd van de paleontologie van de dinosaurusontdekkingen, dat vroeger was. Maar dat is niet zo. Ik fietste naar huis naar de slimste mens en ik heb een boek gekocht en ik dacht, we gaan het gewoon doen en ik ben gaan lezen. En dan kom je er dus echt achter dat die gouden tijd van die ontdekkingen, dat is nu. Er wordt elke week wordt er een nieuwe dinosaurus opgegraven ergens ter wereld. En die oude dinosaurussen, die worden opnieuw herontdekt in de scanners van ziekenhuizen, onder de microscopen van wetenschappers op dit moment. En al die ontdekkingen, die schilderen dus een totaal ander beeld op, Bert, dan wat jij de grijs raden maken. Neem me even mee. Al die nieuwe inzichten. Ik denk dat een brontosaurus die eruit ziet als een olifant, en dan met een lange nek. Bladen eten. Wat is het meest opmerkelijke nieuw inzicht dat jij gelezen hebt over dinosauriërs? Weet je, vroeger dacht ik, er zijn er zoveel. Waar zal ik beginnen? We hebben één. Veren en kleur. Mag ik die samenvatten? Zeker. Als je me 5 jaar geleden had gezegd dat niet alleen heel veel dinosauriërs een verenpak hadden gehad, of haren hadden gehad, maar als je ook nog had gezegd dat we zouden gaan kleuren, dat was, dan had ik heel hard gelachen. En ik denk elke paleontoloog of archeoloog met mij. Maar dat is een voorbeeld. Wat we nu zien, we zijn de eerste kleuren van dino-huid en dino-veren aan het ontstaan. Hoe doen ze het doen zelf? Heel kort. Dus dat hebben we daar niet technisch. Maar dit is dus maar eentje. Als je dat wilt weten, dan moet je gewoon een grijze rademaker maken van DinoCast, heet het. Ja. En natuurlijk op jullie beide. Ik hoor een nieuw item bij mij in dat programma, gewoon een dinosaurier gewoon komen beschrijven, Gijs. Be my guest. Zoveel mooie dieren. Kijk, in het eerste seizoen hebben we er pas volgens mij 8 of 9. Dat is veel meer. En er zijn er tientallen en ze zijn allemaal prachtig. Ja, dit is een prachtig dingetje dat je ook krijgt.
Van belastingheffing op vermogen leidt tot ongelijkheid en gedragsverstoringen, schrijft het IMF in een rapport. Het IMF en ook president Knot van de Nederlandse Bank dringen er al jaren op aan om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet verlaagt de hypotheekrenteaftrek de komende tijd wel, maar dat gaat volgens het IMF niet ver genoeg. En Japan heeft de noodtoestand voor de hoofdstad Tokio met 3 weken verlengd, die geldt nu tot 20 juni. En dat is een maand voor de start van de Olympische Spelen. In Japan neemt het aantal corona-besmettingen snel toe, want het in 4 golven en het liep op de ziekenhuizen is groot. De AWB verkeert in de maat. Stop, 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 kijk op die spiegel. Rotterdam naar het westen van Brabant rijden het beste om via doorweg over de A6. Het is 6:04 bij de Radio 1. Dit is echt een volgende en onze volgende Coney Island dwarsreis.
met vandaag een focus op een bijzondere ontdekking van Jan zelf. Maar voordat we dat gaan doen, ik moet je dus vragen wat je vannacht gedaan hebt. En het zijn niet te veel informatie. Dat moet je helemaal niet vragen, weet je waar ik over heb. Kijk, dit jaar, in het voorjaar, in het staart van het voorjaar. En ben in juni vaak met de vijfde vogelmaatjes, net zo fanatieke vogelnerds als ik, Jesse en Lars, doe ik een nachtrondje. Okay. En waar doe je dan? Nou, we begonnen dit keer in Drenthe. En al 10 uur 's avonds. En zijn we via allemaal, we maken een soort kaart. Waar we dan kijken welke moerasgebiedjes liggen er goed bij. Doelsoorten bedoel. Daar is nu een inluxje van. En dan werken we naar beneden terug door Drenthe of Rijs of Flevoland naar Amsterdam. En luisteren we overal met een paraboolmicrofoon. En dus we zijn om 10 uur begonnen en kort over 6 ochtends lag ik in mijn bed. Dus ik heb 2-3 uur geslapen. Ik ben helemaal gaar. Maar het was wel maar 8 uur. Wat was de mooiste soort? Nou, een nachtzaluw die ik vorige keer hebben besproken op een nieuwe gekke plek. Dus dat wordt een nieuwe zelfontdekssoort. Als het ware voor ons, ja. Wat ik met dino's kon doen, ben ik helemaal niet uit. Maar je bent ook een beetje vogelaar. Nee, ik ben met dino's. Ik volgens dus in ben ik vogelaar, maar nee, ik heb tot het laatste gegeven. Er komen geluiden aan. Ik zei net tegen de rapper binnen, zoals hier. En bijna alle geluiden die je hebt meegenomen, namelijk heb ze van tevoren even geluiden. Die kan je samplen. Daar kan je muziek van maken. Luister even naar het eerste geluid. Dit is gewoon. Kan je over rappen. Dit is even een experiment, hè? Normaal Nederlands geluid, maar ik dacht, het is wel vet om een paar van mijn grootste avonturen op wat te doen. Dit is de Holy Grail van West-Afrikaanse regenwoud, de Nukulengu Rail. En dan, je moet even in Nederlands perspectief. Nee, als je dit hoort in Nederland. Nee, maar dit is eigenlijk een beetje een gecamoufleerde meerkoet die in het bos leeft. Zo moet je het een beetje bedenken. Een walachtige. En tot voor kort. Ja, mensen kenden het geluid van locals die dat vertelden, maar niemand zag deze soort. En we waren in het regenwoud van Ghana met Michiel van den Berg, die jij ook kent, de regisseur van Mind Doping. En op een gegeven moment zeiden ze, we want to see the Nukulengu Grill. Zo, kunnen we die überhaupt zien met onze gids, de Willys? Hij zegt ja, alleen we moeten om 3:30 's ochtends moeten we op de plek zijn. Dus we moesten om 3:00, 2:45 's ochtends, we moesten op. Na een zweterige, warme nacht in de safari tent. En toen reden we het Athewa Forest in. En toen stonden we langs de weg te wachten. En ik was op dat moment al chronisch moe. Dus een paar uur per nacht sliep daar. En we stonden dan te luisteren. Je moet wachten tot, want die beesten die slapen in een boom, in het bos. En waar ze veilig zijn van predatoren. En dan gaan ze, als het de eerste ochtendschemer is, gaan ze roepen. En dan gaan ze in het bos rondlopen. Daarna dan kan je ze niet meer vinden. Dus je moet ze vinden als ze roepen. Dus we stonden te wachten. En de hele tijd viel ik achter me bijna zo, vervaagde het in een droom. En dan in één keer begonnen ze te roepen. En de gidsen luisterden en toen begonnen ze te rennen. Wij achter de gids aan, dwars door het bos, lianen in gezicht, af en toe vallen over een boomwortel, bijna die gids kwijt, weer het licht inhalen. En dan sta je vlak onder het geluid en dan hoor je het vlak boven je hoofd. En dan adem inhouden en dan lamp aan, niks, alleen maar bladeren. Lamp weer uit, is het stil. En dan sta je hier, langzaam wordt het licht en... De laatste keer adem inhouden, lamp op en daar zat precies als een foto hier in de studio recht boven het hoofd. Jij praat zo lekker. Ik wil er nog eentje doen, maar ik ga die andere gewoon nog een keertje doen. Okay, ik heb net te weinig vinden. Nee, de long whisker owl. Oké, dus de derde vogel. Ja. Dit is de long whisker owl. Deze vogel. Deze vogel bestond niet voor 1976. Wat? Ja, toen waren er een paar onderzoekers in Noord-Peru van de Louisiana State University. En die waren met visnetten, waren ze vogels aan het vangen om te kijken wat er zat. Dat is
trouwens voor onderzoek. Ja. En toen in één keer hing er een beestje in het net wat nergens op leek. Een nieuw genus, een uiltje wat misschien zelfs niet kan vliegen. Ze denken dat hij misschien alleen kan klimmen door de takken. Met hele grote wimpers. Vandaar kreeg hij de naam Long Whiskered Owlet. Lang wimperuiltje eigenlijk. En na die vangst in 1976 duurde het tot 2007 voordat eindelijk mensen hem in het wild zagen en hoorden. En ja, 2016 was ik daar bij Alta Nuevo in het noorden van... Steen. En er was nu een gids die kon hem laten zien. Dus we gingen dat bos in en zoals u kent, regen, onweer, kans. En langzaam trokken de wolken samen en het begon te bliksemen en te donderen. En langzaam begon de regen te vallen en in één keer begon hij te roepen boven ons hoofd. En wachten en weer licht aan en nee, hij was er niet. En het begon steeds harder te regenen en toen na een half uur en ik lag letterlijk op mijn knieën te bidden van please. Terwijl niet lastig. En toen zat hij daar en toen in één keer zag ik hem en hij is zo groot als een koolmeisje, de kleinste el ter wereld. Bijna. Maar ik zag hem niet van voren. Maar ik zag hem. Ja, we zien hier een foto. Ik zag hem alleen maar in zijn kont van achter, dus ik heb zijn voorkant nooit gezien. Maar dit was een van de gaafvrouwen. Luister, neem die andere volgende week weer mee, Arjan. Mocht je meer van Arjan willen horen, ga naar de Vogelspodcast. En volgende week nog een paar van je exoten. Heerlijk. Ja, want er is nieuws via de NOS. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar dreigtweets van oud-international Brian Roy tegen demissionair premier Rutte. Dat meldt de lokale zender AT5. Verslaggever van AT5 is Mark Schrader. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij heeft op Twitter een bedreiging geuit. Boven een tweet van iemand anders. En Brian Roy schrijft daarboven, headshot krijgt hij straks. En het Openbaar Ministerie vindt die tweet serieus genoeg om dat eens te gaan onderzoeken. Ja, het is niet de eerste keer dat Brian Roy in opspraak is. Ik heb ook al een keertje Hugo de Jonge in een nazi-pak zien twitteren. Ja. Klopt. Ja, nee, hij is de laatste tijd wel vaker ook op andere sociale media bezig met opmerkelijke uitingen, om het zo maar even te zeggen. Maar dit was zo serieus dat er dus aangifte is gedaan dat onderzoek nu is gestart. Wat heeft het OM gezegd? Nou, we kregen een tip binnen dat Brian Roy dus is gehoord begin vorige maand. Hij heeft die tweet ook midden in de nacht geplaatst. Hij is gehoord nadat die aangifte binnen is gekomen. Ik heb het OM in Den Haag gebeld en die willen niet bevestigen dat het om Brian Roy gaat. Maar wel dat het om een 51-jarige man gaat waar onderzoek naar wordt gedaan. Nou, Brian Roy is zelf 51, dus dat is op zich bevestiging wel. En het is even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Ja, wat wordt hem te lasten gelegd? Althans, als er aan te lasten legging komt. Hoe gaat het om dreiging, bedreiging? Nou ja, kijk, een headshot krijgt hij straks. Dat kan natuurlijk ook nog heel juridisch worden, omdat hij weer reageert op een tweet van iemand anders. Hij noemt zelf dan weer niet Mark Rutte in zijn tweet, dus dat kan nog wel een ding worden. Tegelijkertijd zie je wel dat de laatste tijd meer mensen worden vervolgd en ook veroordeeld voor bedreigingen richting politici op Twitter. Dus vorige week nog een 61-jarige man uit Ede veroordeeld, die ook via Twitter de premier had bedreigd. Dus ik denk dat Brian Roy wel een probleem heeft. Dankjewel, AT5-verslaggever Mark Schrader. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double ball time. Feel alright when you hear the music ring. Well, I step inside, but you don't see too many faces. Calling out of the rain, they hear the jazz go down. In other places, oh, but the horns, they're blowing that sound. Way on down south, way on down south, under the town. Guitar George.
Oh, cool. Let me strip me with him. He doesn't want to make it cry all soon. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole, Creole. Uitgaan hoor, die solo, toch? Ja, je was helemaal los aan het gaan. Ja, natuurlijk man. En eigenlijk niet zo'n tranen trekken als Frick. Oh man, deze is speciaal voor jou. Dire Straits, ja, man. Zelfs op swing. Laatste vrijdag van de maand. We gaan naar de non-fictie boeken top 3 van de afgelopen maand. Emma-Louise Dies heeft ze weer uitgezocht. Zesde top 3 non-fictie boeken van dit jaar. Nou, bloemlezing Renaat Roemenstein hebben we gehad. Bange mensen stellen geen vragen. Veronique Panache. Zo kan het dus ook van Lieke Muus. De tuinen van buitenzorg van Jan Brokke. Hier woont alleen de tijd van Maarten en Billy Slagboom. De fundamenten van Ramzi Nasser. Dat zijn tot nu toe de boeken die we hebben gehad. Je hebt weer een nieuwe top 3, Emma-Louise. Ik heb prachtige boeken mee. Ja. Ja, op 3 staat Maar dat mag je niet zeggen van Nikki Sterkenburg. Ja, doorgaans hebben we vaak het idee dat mensen met extreme denkbeelden ook extreem doen. Maar voordat dat extremisme aan de oppervlakte komt, is er vaak een heel traject aan vooraf gegaan. En niet altijd het traject dat wij ons voorstellen. We denken vaak dat dat een bepaalde afslag is of een bepaalde actie die aanzet toe het omarmen van het rechtsextremisme, maar dat is niet vaak zo. En zij duikt in haar onderzoek in dat rechtsextremisme en zij vraagt zichzelf af, wat beweegt iemand nou om zich aan te sluiten bij een rechtsextremistische groep? En zij gaat in gesprek, ze gaat daarin heel erg ver, ook bijna soms dat je denkt met gevaar voor eigen leven bij demonstratie gaat daarin. Bij haar zit daar eigenlijk ook niet zo'n grens, maar de grens die bij haar die heel erg interessant vindt in het boek, is dat zij is onderzoeker en journalist. En zij weet in het gesprek haar journalistieke mening op de achtergrond te plaatsen. En dat vind ik heel knap, want er worden hele extreme dingen ook gezegd, waarvan je zelf denkt, daar zou ik op reageren, maar ze laat mensen uitpraten. En het is die rust die in dit onderzoek zit, vind ik heel kenmerkend voor, ik denk, de manier waarop zij te werk gaat. En die is heel erg nodig, zodat we ook dat verhaal goed zien. En zien hoe die onderliggende boosheid die zij tegenkomt, ja, daar moeten we wat mee. En die sluimert in onze maatschappij. En als we dat zo laten gaan, dan lijkt het net, dat is een soort bom die op ontploffen staat. De nummer 2, De Groef van Maartje Wortel. Ja, ten eerste is het een prachtig uitgegeven boek. Het is De Groef van Maartje Wortel. Het is een wandeling. We beginnen in het Oosterpark en daar eindigen we eigenlijk ook.
Ja, het is een wandeling, daar wordt ze door omarmd. En haar wandelmetgezel, die is ook voor haar als een soort steun daarin. Het mooie van dit boek is dat het ook bijna leest als een soort thriller. Omdat we een beetje balanceren op fictie en non-fictie. We gaan eigenlijk met haar, in dat ritme van haar taal worden we meegenomen. En onze gedachten, die passen zich daar een beetje aan. Dus we gaan niet snel genoeg om onze overpeinzingen los te kunnen laten. Maar het zet aan tot filosoferen en het tot bevragen van, is het de wandeling? Gaat die om de essentie van het leven heen? Of is die wandeling de essentie zelf? En met wie zijn we in gesprek? Zijn we in gesprek met onszelf of met de buitenwereld? En we zijn constant bezig in die tweestrijd. En ik vind dat toch wel heel erg knap hoe ze dat in een hele korte tijd, en ook bijna ongemerkt, gaan we mee in haar manier van denken. En dat laat ons niet meer los. Dat we eigenlijk onszelf een beetje verliezen in dit boek. En worden bevangen door haar taal eigenlijk. Ja. En dan het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. Ja, dat is De Molukkers van Koen Verbraak. In dit boek komen we de pijn tegen van de Molukkers. De pijn van de Molukkers die precies nu 70 jaar geleden in Nederland aankwamen. En we gaan terug naar het voorjaar van 1951. En aan de hand van gesprekken die Koen Verbraak met 3 generaties Molukkers voert, komen we eigenlijk tegen hoeveel pijn en hoeveel verdriet er heeft zich heeft meegemaakt van deze groep mensen. Omdat dat deel van de geschiedenis heel lang onbesproken is geweest. En we zien eigenlijk wat het met iemand doet wanneer een deel van je identiteit daarmee je wordt ontnomen. Want als we dat is iets wat me heel erg aangreep, is dat je realiseert dat als je van de geschiedenis een vast omlijnd verhaal maakt, dat je dat van de toekomst ook dreigt te doen. En als je iets wil overbrengen uit de geschiedenis, dan is een directe omschrijving niet mogelijk. Je moet een andere vorm vinden. En Koen Verbraak wees als geen ander, zowel de luisteraar, de kijker en in dit geval de lezer, te omarmen met de geschiedenis. Dat we ons er heel erg van bewust worden dat we niet kunnen voelen wat die mensen in die tijd en nu nog steeds voelen. Dat verdriet, die weemoed, het alsmaar willen terugdenken van ja, kan ik misschien weer terug naar mijn eigen land? En ja, er is één verhaal, dan staat er gewoon een koffertje staat al klaar van, kan ik, als het kan, dan ga ik. En we kunnen ons dat niet realiseren, maar we moeten wel die noodzaak voelen van de bereidheid ons daar wel helemaal voor open te stellen. Koen Verbraak, gefeliciteerd. Non-fictieboek van de maand op NPO Radio 1. Je hebt meegeluisterd. Dankjewel. Treft Emma-Louise wat je wilde overbrengen? Nou, ik vond het zo prachtig verwoorden. Ja, mooi. Ja. Maar wat was jouw doelstelling toen je begon aan dit project? Nou, weet je, wat mij eigenlijk, ik was vooral verbaasd over mezelf, want ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik denk dat ik van de dingen wel iets af weet, hè, die met de geschiedenis van Nederland te maken hebben. En toen dacht ik, toen ik over de Molukkers ging lezen, en dat weet ik er weinig van af. Het is echt schandalig hoe weinig ik die geschiedenis ken, terwijl het gewoon mensen zijn die alles met onze geschiedenis te maken hebben. En toen dacht ik, ja, als andere mensen dat niet kennen, dat verhaal dan, of niet genoeg kennen, dan. Ik bedoel, als ik het niet ken, dan kennen andere mensen het ook niet. Nee. En dat was de reden om het boek te maken en de televisieserie te maken. Merk je, want de reacties over de televisieserie zijn heel erg lovend, hè? Merk je ook dat wat jij getroffen hebt, waardoor je bent gaan maken, dat meer mensen dat gevoel met jou delen? Van, goh, wat weet ik eigenlijk hier weinig van? Ik hoor dat wel van heel veel mensen. Dat ze zeggen, goh, het verhaal is, ik dacht dat ik het wel wist. Maar ja, ik lees en hoor dat mensen zeggen, het is heel anders dan ik dacht. En vooral als je er toch de opeenstapeling ziet van vernedering, van onheuse behandeling, ja, dan ga je toch iets beter snappen waarom het in de jaren 70 op een gegeven moment ook uit de hand liep met die kapingen bijvoorbeeld. Hoe komt het dat, want ik sluit me bij je aan, ik heb het ook eigenlijk weinig geleerd op school. Ja, ik ook eigenlijk helemaal niet. Nee, nou ja, ik wist dan een beetje via Simon Tamate bijvoorbeeld, want die had toen in de jaren 70 bij Ajax ook heel erg mee te maken. En hij was heel erg een ambassadeur eigenlijk voor de jongens en voor het idee wat leeft binnen de Molukse gemeenschap. Hoe komt het dat wij in Nederland zo weinig, nou, dit verhaal hebben weggestopt? Het is denk ik ook een verhaal waar de Nederlanders niet echt trots op kunnen zijn. En zo gaat dat met verhalen waar weinig glans aan zit. Ja, die vergeet je maar liever. En ik denk dat dat ermee te maken heeft. Ik heb ook een serie gemaakt over Indië-veteranen. Bijvoorbeeld onze jongens op Java. Ja. Over de oorlog die Nederland in Nederlands-Indië heeft gevochten.
Ja, dat is ook een verhaal wat ik niet kreeg op school en zelfs niet bij mijn studie. Ja, jij vult dat in ieder geval voor ons in. Dat is heel erg prettig. Gefeliciteerd trouwens ook met je met Srebrenica, docu-serie. Maak kans op een Nipkow-schijf. Ja, spannend hè. Ja, spannend. Ja, leuk. Maakt het je echt trots? Leuk. Maakt me zeker trots. Ja, dat is ook zo'n verhaal waarvan nog niet het hele verhaal verteld was. En dat is dan heel fijn om dat te kunnen doen als maker. Kijk, en Koen, aan het einde van het jaar maak ik ook nog kans op dus het non-fictieboek van het jaar hier op NPO Radio 1. Bij, ja, dat zou de kerst op de taart. Dat is de kerst op de taart natuurlijk. Hè. Dankjewel voor je mooie werk en belangrijke werk. Koen van Praat. Leuk dat jullie gesproken hebben. Dankjewel. En dank ook Arjan, volgende week weer. Gij samen maken met je podcast. Misschien volgens mij van Louise Dies. Straks één vandaag. En ik ben er volgende week weer. Afro-Doc. De omroep voor ons. NPO Radio 1. En ik hoop dat het is een hoop maatschappij eisen bijna van de motor naar Frans. Dokter Kelderenkel. Heel veel homo's zijn duidelijk saai. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik had altijd moedswing. Mijn werk viel weg op tv-verzalen. En ik merkte wel dat ik humeurig was nu dan. Terwijl dat, ik ben toch weer goedbloedig eigen zelf, niet dan? Jos Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Werkt het wel? Was het wel doelmatig? Weet het wel wat we hadden afgesproken? De wetenschap aan tafel in Dokter Kelderenkel. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag van 1 tot 2. Van alle kanten. Hallo, ik ben Hans van Leijt van Electroworld. Hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik of een van de andere Electroworld ondernemers altijd in de buurt te doen. Bij van de wasgoed. Op en uit.
is niet duidelijk. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1440 en dat zijn er 72 minder dan gisteren. Van de ziekenhuispatiënten liggen 521 mensen op de intensive care. En dat is ook een daling van 20 mensen. Inmiddels heeft het overgrote deel van de 65-plussers nu tenminste één inenting gehad, zegt het RIVM. In totaal gaat het om ruim 2,9 miljoen ouderen die een prik hebben gekregen. En dat is zo'n 87%. In een aantal grote steden en in gemeenten in Bijbelbelt ligt het aantal vaccinaties wat lager. De Nederlandse methode van belastingheffing op vermogen leidt tot ongelijkheid en gedragsverstoring, schrijft het Internationaal Monetair Fonds in rapport. Het IMF en ook president Knot van de Nederlandse Bank dringen er al jaren op aan om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet verlaagt die hypotheekrenteaftrek de komende tijd, maar dat gaat volgens de VN-organisatie niet ver genoeg. Het Monetair Fonds stelt dat huizenbezitters nauwelijks belast worden voor de eigen woning en dat dat leidt tot een kunstmatige toename van de vraag naar koopwoningen. Premier Rutte noemt het kritisch dat bij de sancties tegen Wit-Rusland ook economische strafmaatregelen worden genomen. Hij zei dat na een ontmoeting met de Wit-Russische oppositieleider Tikhanovskaya. Volgens hem zullen economische sancties staatsbedrijven raken en moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat individuele burgers worden getroffen. Personeel ANP komt in handen van investeerder Chris Omen, voormalig bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW, Talpa Network van Johnny Mol, dat het ANP in 2018 kocht, verkoopt het personeel omdat het niet langer past als een van de kernonderdelen binnen het netwerk. Pensionair staatssecretaris Blokhuis beschouwt de uitkomst van de arbitragezaak over de jeugdzorg als een zwaarwegend advies en het kabinet gaat er serieus naar kijken, zegt hij. Gisteren kwam naar buiten dat er volgens een arbitragecommissie miljarden euro's extra naar de jeugdzorg moeten. De gemeente Bodegraven sleept 3 mensen voor de rechter omdat ze beweren dat er in de jaren 80 satanische rituele kindermoorden zijn gepleegd in de gemeente. De beweringen leidden er afgelopen winter toe dat leden complotdenkers de begraafplaats in Bodegraven overstelpten met bloemen. De gemeente greep toen in, zegt verslaggever Rudy Bouwman. De gemeente Bodegraven doet zich uiteindelijk dat zo uit de hand vindt dat bloemenleggers de noodzaak om een noodverordening in te stellen op de begraafplaats om al die aanhangers van dit trio complotdenkers te weren uit Bodegraven en de begraafplaats. Nu gaat de gemeente dus verder met een juridische procedure. De gemeente houdt de 3 mannen, van wie 2 inmiddels in het buitenland wonen, en meer verantwoordelijk voor de verstoring van de openbare orde. 4 relschoppers die bij de promotiewedstrijd van de Graafschap tegen Helmond Sport 2 weken geleden werden opgepakt, zijn veroordeeld tot 180 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke celstraf. De 5e verdachte kreeg 240 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijk. Na de wedstrijd ontstonden ongeregeldheden bij het stadion in Rotterdam. Honderden supporters verzamelden zich en gooiden vuurwerk. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. In het oosten lokaal kans op een bui. Vanavond en vannacht grotendeels helder, maar ook kans op een mistbank bij 5 tot 8 graden. Morgen blijft het de hele dag droog en wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan 17 tot lokaal 21 graden. Kijk, dat klinkt goed. En dan gaan we naar de situatie op de weg met de ANWB. Dennis Mooi. Het is druk. Er zit veel recreatieverkeer bij. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen het Ketelplein en Den Hoorn 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Een half uur extra kost je dat. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringtienbrug 6 kilometer. Is vanwege een spoedreparatie de rechterrijstrook dicht. Er is daar eerder vandaag een ongeluk gebeurd. 20 minuten extra kost je dat nu. Je kan het beste omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. Dus over de A16 als je vanuit Rotterdam naar het zuiden wil. Dan de A58, Breda-Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot 9 kilometer en 3 kwartier vertraging. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. A325 Nijmegen richting het knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaven een half uur extra. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de A15 bij Brielen en Hellevoetsluis 9 kilometer, 20 minuten vertraging. Zou jij ook graag weer willen werken?
zonder angst voor besmetting. Dat kan met de Plug and Play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Als alles wat gebeurt, als een tij dat keert, zo onzichtbaar kan een ownership zijn. Ownership, onverdeling. Check ownership.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Zonder en je toch comfortabel voelen in je ondershirt, kies NoShirt Dry op NoShirt.nl. Vanavond in Meldpunt, hoe staat het ervoor met de wachtlijsten voor verpleeghuizen? Vorig jaar beloofde minister Hugo de Jonge het voortouw te nemen om meer verpleeghuisplekken te creëren. Maar is dat ook gelukt? De noodzaak van het bijbouwen van verpleeghuizen. In Meldpunt, vanavond om 7:30 bij Max en Noord 2. Koffiemachine kapot? Ruminati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op ruminati.nl. Ruminati!
zozeer inhoudt van die complexe wetsvaardiging. Wat ik zie is dat per gemeente geregeld is wat je aan hulp kan krijgen. En bij de ene gemeente kun je wel hulp krijgen en bij de andere gemeente niet. En het kan zo zijn dat je op de wachtlijst staat en dat je anders voor de hulpverlening-eigenlijk wordt aangevraagd. Maar dat is er niet, want er zijn vastgesteld. Sommige gemeentes verdienen het wel, want die hebben het ingekocht en andere gemeentes niet. Je moet net geluk hebben waar je woont en je moet ook geluk hebben met de hulpverleners die om je heen hebben. Want het ligt er ook nog wel eens aan, zijn veel hulpverleners uit de sector verdwijnen. Dat betekent een hele reeks aan hulpverleners. Nou, ze gaan eigenlijk ook omdat de werkdruk te hoog is, omdat de CO te laag is, omdat ze uiteindelijk niet kunnen doen waarvoor ze zijn, namelijk hulpverleners. Maar nu al 1,9 miljard euro erbij, daar zijn we het graag voor gedwongen, denk ik, door de gemeente, die rechtszaak, als dat echt zo is. Blij? Nou, ten eerste moeten we nog maar zien dat het ook echt gaat gebeuren. Dus ja, blij. En dan nog maar zien of het onmerkt is en of het ook naar de jeugdzorg gaat. Het gaat soms zo over gespecialiseerde jeugdzorg. Dat is over kinderen met anorexia, suïcidale tijd, met kinderen met psychiatrische problematiek. Als jij een kindje komt bij de gemeente, dan kunnen ze je daar niet altijd mee helpen, want die zijn daar niet voor gespecialiseerd. En daar is het Rijk verantwoordelijk voor. Daar moet de ISA niet op. Dat zou zorg niet goed toegankelijk. Dat leidt nu tot een hele grote wachtlijst. En dat jongeren dus thuis zitten met ouders hand in het haar die nergens heen kunnen. En dat leidt tot meer suicidaliteit, meer problemen. Dat is ook vandaag de dag. Wat wij nu met elkaar praten, gaat er misschien weer een jongere die of niet opgenomen kan worden. Of die ook bereid om dat er geen genot op dit moment zorg is. En dat is heel ernstig, schrijnend. En daar word ik echt verdrietig van. Ja, genoemd is hoog. Marshall hoort er dus verdient ervan terug. Bij Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Ja, die zorg, die jeugdzorg ligt nu dus bij de gemeente. Ze krijgen extra geld mee. Zou je ook kunnen afvragen als je niet van het woord. Ze hebben alleen de hulp al geschikt om deze complexe taak uit te voeren. Moeten die gewoon terug naar het Rijk? Ja, dat klopt. En dat is een hele legitieme vraag. En daar wordt het laatste jaar al door heel veel mensen over nagedacht ook. En het is inderdaad zo dat de gedachte was om de zorg zo dicht mogelijk bij de burger te brengen, zo lokaal mogelijk. En ik denk dat dat heel goed kan werken met voldoende budget voor alle hulpvragen waar het gaat om vrijwillige lichte vormen van zorg. Maar om de gespecialiseerde zware vormen van zorg, daar denk ik dat, en dat denken anderen nu ook met mij, dat je dat toch bij de gemeente weg moet halen. Dat heeft met verschillende dingen. Maken. Het heeft te maken met dat elke gemeente dat nu op eigen manier regelt en dat sommige gemeenten ook te weinig deskundigheid voor in huis hebben. En dus het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld als jij in een kliniek moet worden opgenomen voor anorexia in de enige 6 weken wachttijd hebt in de andere gemeente 18 maanden. Nou, dat is natuurlijk heel raar voor eigenlijk zorg die er voor iedereen moet zijn. En ook de maatregelen die kinderrechters opleggen, die worden heel verschillend uitgevoerd op verschillende tarieven met verschillende afbraken. En ik denk dat de zwaarste vormen van zorg bij de gemeente wegstaan moet en naar een hoger niveau en misschien wel op rijksniveau zouden moeten worden uitgevoerd. Terug naar het Rijk op een uniform tarief en meer geld. Dank voor dit gesprek. Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. De ziekenhuizen in Suriname voeren ze af op code zwart. Ze moeten kiezen wie zorg krijgt en wie niet. Sascha Roling werkt als arts in het diakonessenhuis in Paramaribo en we spreken haar straks. Maar we gaan eerst naar de situatie op de weg. Dennis Mooij van de ANWB, veel recreatieverkeer begrijp ik. Zeker. Veel regen rijden daardoor wat langzamer. 320 kilometer file weg bij opgeteld. Ik pik even de grootste knelpunt eruit. Dat is teken de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen het Ketelplein en Den Hoorn. Inmiddels ruim een half uur vertraging door het ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstok. En de A58, Breda Eindhoven, is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot is dat 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging is hier een half uur.
Deze week op de COVID-verdachte afdeling. Dus er worden mensen opgenomen waarvan je denkt dat ze mogelijk COVID hebben, omdat ze klachten weer bij kunnen passen. Die moeten we opnemen, die moeten we testen. En als ze positief zijn, gaan ze naar een van de corona-afdelingen, de COMAR-afdeling. Als ze negatief zijn, gaan ze naar de corona-afdeling. Maar wat ik zie deze week is het echt wel anders dan vorige week, is dat mensen heel goed binnenkomen. Sommige mensen hebben bijna 2 dagen op een bankje voor het academisch ziekenhuis gezeten met een zuurstoftankje, wachtend totdat er ergens in de hand een beetje vrij komt. Dus mensen komen binnen die er heel slecht aan toe zijn, die echt ontzettend ziek zijn. En ik heb inderdaad deze week ook al meerdere keren gehad dat er iemand zo slecht binnenkwam, die gewoon is overleden binnen een paar uur na opname in het ziekenhuis. Dus die heeft eigenlijk niet eens de kans
kunnen krijgen om een goede behandeling te krijgen. Hoe is het voor jou? Want je zei, ik ben net afgestudeerd en dat is mijn eerste baan. En als beginnende arts, hoe is het om dat mee te maken? Ja, heftig. Ik vind het heftig. Het is wel, het scheelt dat ik, ik werk dus onder supervisie van de internisten. En het is een hele fijne internistengroep die ook goed opvangen. En ja, iedereen gaat elke dag hoe gaat het? Dus iedereen zit betrokken bij elkaar en de verpleegkundigen ook. Dus dat maakt het draaglijker. Maar het is wel heftig als je mensen van nog geen 40 hebt die meer komen en doodgaan. En ook dat je dan moet vertellen aan de familie van, ja, is overleden en dat is echt dat blijft wel bij. Ja. En hebben mensen een idee wat er nog komt, of wat het allemaal zo snel dat ze gaan opleveren wat er allemaal is? Ja, sommigen wel, maar ook veel mensen niet. Dus dan krijgen mensen te horen dat ze COVID hebben en dan kunnen ze het eigenlijk niet geloven. En ook inderdaad dat familie die dan gewoon komt om denken dat ze medicijnen komen brengen en dan moet ik vertellen van mijn relatie. Gaande partner overleden en die dat ook helemaal niet aan hebben zien komen. Maar die weten denk ik niet goed hoe slecht hun familie het eigenlijk was toen ze al binnenkwamen. En ook hoe beperkt hun behandelsysteem. Want ja, er is echt maar een klein groep mensen die net wisten om ze überhaupt een behandelingsopdracht kan krijgen, terwijl ze dat eigenlijk echt nodig hebben. En hoe kan het nu dat het in Suriname zo uit de hand is geworden? Is dat de Braziliaanse variant die uit het moederland over is gekomen? Of zijn ze niet goed voorbereid? Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering?
Stap dan over naar Promovendum. Verzekering voor hoger opgeleiden. Wil je van mijn organisaties in beweging zetten? Kijk op frisebeke.com. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. En de horen heel erg. Alle medewerkers van Pfizer Nederland en gezinsleden ouder dan 16 hebben voor het bedrijf deze maand het Pfizer-vaccin aangeboden gekregen, bevestigt het bedrijf aan de Stanford. De vaccindoses hebben geen invloed op de dosis die Pfizer Nederland en andere landen heeft toegezegd, zegt een woordvoerder. En de man die werd verdacht van het doodstukken van zijn buurvrouw in Oost-Kapelle is vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet met zekerheid worden gezegd dat de man de vrouw doodde, omdat direct bewijs ontbreekt. Het moordwapen is nooit gevonden en ook is er geen DNA van de verdachte aangetroffen bij het slachtoffer. Dankjewel, Lisbeth. We gaan naar Willemijn Hoepen. Wat een mooie dag, Willemijn. Joehoe, yes. Hij is er, de zon. Eindelijk. Af en toe wel zwaaien op, maar dat zie je de temperatuur oplopen. Het voelt buiten ook echt heel anders aan. Ach man, het is een verademing, is het. Ja, echt hè? Ja, zo ervaar ik dat toch ook wel hoor. Terwijl die regen, je kan het best wel hebben met de natuur. Ik vind het waanzinnig mooi groen. Maar dat ik er aan zit te komen, daar ben ik wel blij om, inderdaad. Nou ja, vandaag is dag 1 en het wordt eigenlijk alleen maar meer zonniger en zelfs ook wat warmer als ik kijk naar de komende dagen. Later in de week, later in de nieuwe week, zien we onzekerheid op het toneel. Mag het er zijn natuurlijk nog helemaal niet. Morgen wordt het zo'n 10 tot 16 graden op de Waddeneilanden. In het zuiden van ons land ook de temperatuur naar graden van 20. Het is flink wat zon. We kunnen de hele dag lokaal, zeker in het noorden, beginnen met wat mistbanken. Misschien dat de bewolking daar iets meer aanwezig is dan in het zuiden van het land. Maar goed, het is al een heel verschil. Blijft het droog. Zondag wordt de temperatuur weer een graadje bovenop. Dan wordt het zo'n 22 graden in het zuiden. Op de Waddeneilanden wordt het dan een tikkie warmer, hoewel daar nog steeds al met de wind een beetje uit het noorden zitten. Het schijnt natuurlijk over het koude zeewater. Dus is daar voor het gevoel ietsjes kouder. En ook in de nieuwe week volop een zonneschijn. De temperatuur is gemiddeld van 23 graden. Dat kan niet, toch? Nee, we zetten hier een punt af. Dankjewel. Gaan we naar de AWB. Dennis, mooi. 69 files staan er nu. Er zit veel recreatieverkeer bij. Drukst is het in de regio Rotterdam-Den Haag. En de ongelukken veroorzaken de meeste vertragingen. Zoals op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Knoppen Benelux en Den Hoorn 12 kilometer. Je hebt daar een half uur extra nodig. De rijbaan is dicht. Die wordt er via de vluchtstrook langs geleid. A12 richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug. 25 minuten extra. Ook een ongeluk op de A20 richting Gouda. Tussen Maasdijk Oost en Vlaardingen-West heb je een kwartier extra nodig. De rechterrijstrook is dicht. A29 op Zoom bij de Haag richting Brug. 9 kilometer vanaf Oud-Eiland. Vertraging is bijna een half uur. De rechterrijstrook is daar voor de rest van de dag afgesloten vanwege een spoedreparatie. Ja, het beste om via de A16 langs Dordrecht. En tot slot de A58 Breda Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oost op 12 kilometer door een ongeluk. De weg staat weer vrij, maar je hebt nog wel 20 minuten vertraging. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent.
Thank you.